Hutten bouwen. Ik vond het als kind geweldig. In anno 2022 is het natuurlijk nog steeds ontzettend leuk. Zelf een huisje bedenken, timmeren, samenwerken, je lekker uitleven. en dan genieten van je eigen bouwkunsten. En het goede nieuws is dat de huttenbouwweek in Emmeloord voor het eerst sinds drie jaar weer kan doorgaan. Ja, die huttenbouwweek die is in de tweede week van de zomervakantie. Maar we gaan het er nu alvast over hebben, want er worden nog vrijwilligers gezocht om de kinderen te begeleiden. Rutger de Vries die is hier, welkom. Dank je. Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig uh, nieuws dat het weer door kan gaan dit jaar, hè? Zeker, het werd ook tijd na, de, na drie jaar. Ja, wat merkt u dat al, dat de kinderen onrustig <laughs> werden de afgelopen zomers? Uh, ja, de kinderen en de, de vrijwilligers. Graag we willen beginnen. Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Uh, ja, Stichting Huttenbouwweek Flevoland die is opgezet omdat uh, volgens jullie ieder kind recht heeft: helpen, een mooie, leuke, te gekke vakantieweek. Ja. Uh, voor welke kinderen is het dan vooral bedoeld? Voor de basisschoolkinderen. Voor kinderen die eigenlijk zelf niet op vakantie kunnen. Het kan zijn door geldgebrek of de andere ja, sociale problematiek. En dan proberen wij ze toch een ja, leuke vakantieweek aan te bieden. Ja, want jullie zorgen er ook voor dat de ouders het sowieso kunnen betalen. Want ja. uh, de, de kosten voor de deelname zijn ook weer afhankelijk van het inkomen. Ja, het is zijn inkomensafhankelijk. En wanneer zelfs de, de laatste, laagste bijdrage een probleem is, valt daar ook over te praten. Ja. Er wordt ook uh, gebruik gemaakt van de, de meedoenregeling van de gemeente noord oospolder dus op die manier zou het voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ja, en het is natuurlijk ook, denk ik, een belangrijke week. Hè? Want er is dan uh, geen school in die periode. Maar heel veel kinderen hebben um, ja, wat sociale problemen. Misschien wat achterstand op school. Dat juist voor die kinderen zo'n vakantieperiode heel belangrijk is. Dat ze nog contact hebben met leeftijdgenootjes. Ja, inmiddels deze week hopen we daar ook een beetje aan te kunnen bijdragen. Er zijn natuurlijk meer initiatieven. Maar op deze manier hopen we dat er zoveel mogelijk uh, kinderen toch zoveel mogelijk te doen hebben in die. Uh, in die weken. Ja, en in principe zijn alle kinderen welkom, hè? Ja, alle kinderen zijn welkom. Hebben we al veel aanmeldingen binnen eigenlijk? We zitten op uh, ruim 40 aanmeldingen. We kunnen er uh, 100 à 110 hebben. Dus dat, uh, dat schiet eigenlijk aardig op voor deze tijd van het jaar. Ja, dat ja. We hebben we nog even. Ja, wat Vinden ja. kinderen dit nog, 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 nog steeds leuk eigenlijk? Want ja, tegenwoordig is het toch computerspelletjes. Uh, die voor enorme concurrentie uh, zorgen. Dat is natuurlijk heel iets anders. Is, het toch, is dit nog wel in? Ik denk het wel. De, we, we krijgen het iedere keer vol. Dus. Uh, Kinderen vinden het hartstikke leuk. Op maandag gaan ze meteen fanatiek los. Op maandag uh, zijn er ook eigenlijk geen andere activiteiten, want daar hebben ze eigenlijk gewoon geen zin in. Op maandag willen ze gewoon zoveel mogelijk alleen maar timmeren. En hoe ziet dan zo'n week eruit? Want op maandag willen ze dan meteen gaan timmeren, ja. maar doen ze dat dan de hele week? Maandag tot en met donderdag is het, uh, is het timmeren. En dinsdag, woensdag en donderdag doen we er ook nog kleine activiteiten bij. De IVN gaat met de kinderen het bos in voor wat, uh, om in de natuur te kijken. We doen wat andere activiteiten, tussendoor sport en spel. En dan op de vrijdagochtend sluiten we af uh, bij de Atletiekbaan. En is het eigenlijk wel iets wat ieder kind kan? Want, want ja, je, je, je zou een beetje handig moeten zijn, zou ik uh, toch in eerste instantie. Ja, ik denk, iedereen kan het. Ik heb ook meegedaan. Ik was ook niet zo handig met uh, hamers en spijkers, maar dat is ook allemaal prima gegaan. Er zit goede begeleiding op. Dus ja, het is echt, uh, het is echt voor iedereen. Ja, want die begeleiding, daar moeten we het over hebben. Hè? Uh, jullie besticht, stichting staat vooral uit de vrijwilligers. Ja. En jullie zoeken nog begeleiders? Ja, we zoeken nog uh, vrijwilligers, zowel voor in de week zelf... maar ook vrijwilligers die je door het jaar heen met hand- en spandiensten willen helpen... zodat we na die ene week in het jaar alles gewoon klaar hebben... en zo mooi mogelijk kunnen organiseren. Wat voor soort mensen zoek je nu heel concreet? Mensen voor op de hut. <laughs> die echt voor op gewoon... de hut, dus ja. dan moet je een beetje kunnen timmeren... Je moet een klein beetje kunnen timmeren, maar je moet vooral uh, de kinderen kunnen aansturen, kinderen kunnen helpen en begeleiden. Er lopen ook mensen rond uh, nou ja, voor vraagstukken met de betrekking tot timmeren, mocht dat wat meer moeite opleveren. Maar het is echt vooral gewoon leuk met de kinderen van s ochtends vroeg. Vanaf uh, half negen tot een uur of vier om de hut te begeleiden. En dan, uh, ja, op de vrijdag moeten, moeten we helaas ook de spullen weer opruimen. Daarvoor zoeken we ook altijd mensen die dan wat hand en span diensten kunnen verrichten. Ja. Maar want hoe groot is de groep vrijwilligers uh, die jullie al hebben? Op dit moment uh, Nou, ik denk dat er zeker zo'n. Uh, we hebben er een stuk of veertig. Oh, kijk, dat is al ja. uh, stevig. Maar er moeten dus nog meer bij. Mogen er nog wat meer bij. Want anders kan het ook niet doorgaan? Hoe, uh, hoe nijpend is dat, zou Ja. Dan, wordt het, uh, dan gaan we in ieder geval heel actief bellen in ons uh, vrijwilligersbestand. Die we, <laughs> nog kunnen, die we allemaal nog kunnen bedenken. Dus ik denk wel, ja. Dus uh, hoe meer, hoe beter. We zitten al. Uh, ja, we hebben de, helft, de helft van de hutten hebben we nu wel bemand. Er zijn er nog wel een paar die moeten. En we willen natuurlijk gewoon die tien hutten vol krijgen met begeleiding. Ja, je wilt de kinderen ook niet teleurstellen natuurlijk. Precies, je wilt geen, wil geen nee hoeven te verkopen omdat je te weinig begeleiding hebt. En je kan dus een hele week komen als vrijwilliger, maar bijvoorbeeld ja. ook een dag? Ja, er zijn vorig jaar, sorry drie jaar geleden, de laatste keer hebben we dat ook gedaan... Het liefst natuurlijk ook voor de kinderen, voor de continuïteit dat mensen, zeker op de hut, dat het vrijwilligers zijn die er de, gewoon de hele week zijn. Zodat ze de, dezelfde aanspreekpunten hebben. Maar ook nou ja, als je één dag kan, op de vrijdag zijn we bijvoorbeeld hartstikke blij met iedereen die we, die we kunnen krijgen. Dan zit er natuurlijk heel veel showwerk in. Terwijl, terwijl een deel van de vrijwilligers met de kinderen op de Atlantiekbank bezig is om de week af te sluiten. Ja, dan is een, is een ander deel alweer druk bezig om alles op te ruimen zeker op de vrijdag als iemand als, we, als we graag één dag willen helpen zijn ze zeker op de vrijdag van harte welkom en ook van hard nodig. Nou, alle hulp is dus welkom. Ja. Waar kunnen mensen zich melden? Uh, dat kan via de website www.huttenbouwweek.nl of via een e-mail naar huttenbouw.life.nl. Goed, Rutger de Vries, heel erg bedankt. En de tweede week van de zomervakantie, ja, dus zitten in de bouw, juli hè. De, de week van maandag 25 juli. En de week ervoor beginnen we met voorbereiden. En we hopen, als we genoeg vrijwilligers hebben, dat we de week daarna ook echt klaar zijn met alles opruimen. Ja, dat zou mooi zijn <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Want dan kan iedereen alsnog een beetje vakantie houden. Weet je wel. Dan hebben de vrijwilligers ook nog even vakantie. Ja, inderdaad. Ja, precies. Rutger de Vries, heel erg bedankt. En succes verder ja, natuurlijk. Dankjewel. Hartelijk bedankt.